Hallo, Enkeltje Bangkok in Kirgizië. Nou, we zijn vandaag vanuit Andijan in Oezbekistan de grens overgegaan bij Osh. We hebben zojuist een taxiritje gescoord met een Mercedes. Met z'n tweetjes achterin, uitermate luxe. Dus het is, vervoer is wel lekker hier, tot nu toe. Nou, we zijn vanuit Turkmenistan, het laatste filmpje, zijn we gereisd naar Bughara. Plaats op de zijderoute. Redelijk nog. Ik probeer het oude staat te herstellen. Restaureren. Best wel leuk. Toeristisch. Vandaar dat zijn we naar Samarkand gegaan. Daar wilde ik heel graag naartoe. Dat stond ergens op mijn verlanglijst. Ja, dat vond ik toch wel heel indrukwekkend. Die grote madrassa's en moskeeën. En heel kleurrijk. En mozaïek en blauw. En vandaar na Samarkand hebben we de taxi gepakt. Zijn we naar Tashkent gegaan. En in Tashkent hebben we onze laatste visa geregeld voor China en Kyrgyzstan. Nou kunnen we voorlopig tot India weer door. Bureaucratische rotzooi overheid, maar het ging allemaal vlot. Een dagje voor China en de dag erop konden we Kyrgyzstan ophalen. Eindje. Nou, nu zijn we onderweg naar Bishkek, omdat volgens de gids zag je niet zoveel dat je naar Narin meer de bergen in, dan kon je er niet zoveel vinden. Dus ik denk, nou gaan we naar Bishkek. We komen ergens vanavond aan. We denken 8 uur, misschien wel 9 uur, want ze hebben hier zomertijd schijnt. Dus we weten niet precies hoe laat het is. Het is dus nu of bijna 2:30 of bijna 2:30. Geen idee. En van daaruit gaan we vanuit Bishkek gaan we de bergen in. Er is sowieso meer, Iqaluit of hoe het precies heet, weten we nog niet. En daar willen we wat wandelingen maken, misschien een paard rijden. Een nachtje in zo'n yurt, zo'n Kyrgische tent van die nomaden. Op de zomerweides. Ja, een weekje of twee in Kyrgyzstan zoiets. En dan doorsteken naar China, dat is een beetje de planning. Nou, onze man gaat even tanken zodat we in Bishkek kunnen komen. En echt veel meer nieuws hebben we niet te melden. Oezbekistan was wel aardig. Samarkand vond ik wel heel gaaf. Ik ben wel eigenlijk wel toe aan wat anders dan cultuur, moskeeën en alles wat het gebouw heet, maar gewoon natuur. Dat was het uit Kyrgyzije, Kyrgyzstan. Enkeltje Bangkok. Toedeledokie.